Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Cheesy en Timmy. En vandaag gaan we naar de Eastshire Temple. Oh, Skinny Bob. Zo. De Eastshire Temple. Want we hebben wat gestolen artifacts aan. Gestolen artifacts. Gestolen artifacts. Die we hebben gevonden in de reactor. Ja, in de ondergronds hadden we hem gevonden. In de beep eigenlijk was het. En dan de beep reactor was het. Damn it, I got poisoned. God damn witch. Dus we moeten deze weg volgen naar de Eastshire Temple volgens mij. Je hebt nog een krantje of zo? Ja. Bloemenkrantje. Jij hebt die kettingen om. Ja, die heb ik gewoon aan inderdaad. En dan moeten we die even teruggeven. We gaan wel eervolle helden zijn en denk ik gewoon lief teruggeven. Kijken. Mooi zet. Wat creepers. Wat ben jij? Oh! Die land is echt OP. Yep. Geweldig. Oké. Er zijn zombies. Oh, dit ziet er cool uit. Wat is hier in de verte? Oh, what the f- is dat een kasteel? Ik denk dat dat een tempel is. Het ziet er cool uit. Het heeft wel een beetje de vibe van die tempel. Wat staat hier? Volgt u Sifuple de instructies op de signs. Oké, wacht even. Ik vermoord eerst deze skellybob. Oké. Okay. Die skeleton dropte een vampire blade. Tim? Nou, hij dropt een bot. Nee. Dat. Vampire Blade. Holy shit. Nice. Krets. Je lans is bijna kapot. I know. Nog niet dood. Dus we genieten er nog even van nu het kan. Gelieve het pad verlaten en het bos rechts van u houden. Gelieve het pad verlaten? Zullen we dat maar gewoon doen, I guess? Dus we moeten... Oké. Niet het pad volgen. Dat maar is... wacht, ho. Wat als deze bordjes gewoon zijn neergezet door een random persoon en niet bij de weg horen? Wat als ze niet door een random persoon zijn gezet en wij dadelijk de belangrijkste regel van die heilige tempel overtreden? Stel je dat voor? Iedereen kan deze bordjes hebben neergezet. Zie hoe legit deze bordjes zijn, nou. Er staat Sifu Plan met goed geplaatste puntjes. Like, iemand weet wat hij doet hier. En zelfs een puntje na de P. Zelfs. Die vergeet iedereen altijd. Die vergeet iedereen inderdaad altijd. Fuck. Alweer. Goh, hier. For fuck's sake. Tip hier maar naar mij. Nee, ik heb geslapen in... Geslapen. Mijn god, praten is moeilijk. Het kon ook niet anders, hè. Zijn de bordjes weg? Nee, ze staan er allebei nog. Ze zijn nog zelfs zo legit dat creeper-explosies overleven. Like, dat betekent wat, right? Wow, er zijn roze bomen en zo. Die zien nu pas? Ja, inderdaad. Super cool. Wacht, waar ben je er al? Bijna, ik ben terug aan het lopen. Ik kon het zeggen. Ik zie maar, je nog niet. Oh, daar ben je. Het was nog geladen, dus ik kon heel ver kijken. Hi. Hi. Auw, ik word nu lastiggevallen door zombies. Zomboids. Zo. Goed, Skelly Bob, schakel ik uit. Pak jij je armor en dan gaan we dat bos in. Ik ben heel benieuwd. Hier ligt nog wat op de vloer. Oh, het krantje ligt hier. Dat is wel belangrijk. Misschien kan ik die wel oppakken. Oh, heb je dit allemaal opgepakt? Nee, nog niet. Oh, ik heb geen ruimte. Ik heb... Jij hebt natuurlijk geen ruimte. Ik denk al. Oké. Okay. Zullen we die bordjes volgen of denk jij, fuck it, we volgen de weg? Oh. Ja, er zit een Skellybop achter je, maar negeer hem gewoon. Komt goed. Ik kan hem niet negeren. Heb je hem? Ja. Let's follow the road. Dus niet de road. Follow de... Die andere road. Oké, het bos rechts van ons houden. Dan kunnen we... Ik zie daar een soort arc. Oh, dit ziet er wel cool uit. Damn. Het bos rechts van ons houden. Het is nu nog rechts van me. Maar... Ik zie rozen, dude. Heel veel rozen. Oh. Misschien was dat waarom we gewaarschuwd werden. Dat hier een heel leger van rozen staat. Kom. Oh, kijk, hier zijn bordjes. Kun je ze lezen? Sneaky, want we willen niet gespot worden door dat leger aan rozen natuurlijk. Het bos links houden tot u weer een pad tegenkomt. Oké, dus hier moeten we weer zijn. Oké, grappig. Sure. En het is gewoon omdat dat bos helemaal... Ja, er zit daar ook... Ik zie iets
donkers daar. Laten we maar eerst hier naar binnen gaan. Die artifacts terugbrengen. Dan later kunnen we wel met ze praten. Met die mensen hier. Oh, cool. Klein dokje. Wow. Ja, ziet er goed uit. Wat is dit? Mooie kamer. Goedendag, welkom in Eastshire Temple. Hey, magnetron, voor als je, weet je wel, Taco Bell mee hebt en je wilt even opwarmen. Even je hot pockets opwarmen hier. Wat is dit voor steen, joh? Een soort van glowstone, maar dan paars. Ja, super cool. Ik ga hem tussen... Oh, er zit hier een boekje in. Do you even praise the sun? Lees jij die voor? Doe jij maar. Oké. Ik heb echt geen ruimte. Ik ga even wat shit achterlaten. Want ik gooi maar naar mij toe. Als je het wil houden. Dit wil ik graag houden, dit wil ik graag houden, dit wil ik graag houden, dit wil ik graag houden. En deze willen we hier houden, deze wil ik heel graag houden. De magnetron wil ik houden, deze wil ik houden, deze wil ik houden. Deze wil ik graag houden, deze wil ik wel houden. Oeh, deze lamp wil ik houden. En nu heb ik wel weer even wat ruimte. Wauw. Oh, wacht, ik heb nog 3 dingen die ik niet heb. Ik kan ze ook wel pakken. Ik lees ondertussen dit boek op. Do you even praise the sun? How to... Praise your son. Sol-a-ire. Oké. Okay. Dus hoe... Bitje voor de zon, wat? Do faces your son. While as thou art moving thin arms like these. Dus handen naar links en rechts en in de lucht. Terwijl je naar de zon kijkt. En dan moet je schreeuwen. Praise be your son. En dat is het. Dus gewoon zeggen, aanbid de zon. En dat is hoe je de zon aanbidt. Nou, dan nemen we eentje mee. Gewoon een tutorial, als we dat ooit willen doen, toch? Ja, geweldig. En ik zag hier nog iets. Oeh, ik heb een energy drink, dude. Energy drink. En modern koken in een minuutje. Een recipeboek. Dit boek komt stopt in de magnetron. De energy drank in de magnetron? Nee, gewoon aan modern koken. Stop alles in de magnetron, wacht tot het klaar is. Ik ga er even op drukken. Oh nee, het is echt een tutorial over hoe je moet koken. Oh, dat is best cool. Wil je zien? Doe maar. Hoe ga ik hier uit? Escape, denk ik. Zo, alsjeblieft. Best cool boek. Wat is dit dan? Hier is een klein keldertje. Laten we even kijken of we iemand kunnen vinden. Want we hebben natuurlijk die dingen voor hun. Als u dit pad volgt, komt u in de binnenplaats. Oké, okay, willen we naar de binnenplaats? De binnenplaats is denk ik een goede plek om rond te gaan vragen. Hier is een toilet, weet je. Het moet. Oké, okay, I'm done. Weet je, na zo'n lange reis moet je even kakken. Oh ja, het is alweer licht aan het worden. Oh, mooi. Oh, wat cool. Wat een mooie binnenplaats. Ja, supermooi. Hier is een klein bruggetje. Oké, okay, dan zijn we weer buiten. Weer buiten. Ja, laten we gewoon dat pad volgen daar, wat ik zag. Of hier naar beneden springen waarschijnlijk, maar... Laten we maar gewoon netjes doen en niet elke mogelijke regel overtreden die ze hebben. Zo. En dan zijn we, ja, hier beneden, zoals verwacht. Kom je ook? Jo. Mooi. Dus. Ik nog even zoeken. De binnenplaats van Eastshire. Zijn we mensen hier lekker aan het kletsen met elkaar? Ja, aan wie zouden we ons die spullen moeten geven? Wie zouden gestolen zijn? Ik denk aan de tempel zelf. Als er een tempel ergens is, dat we daar wel terecht kunnen. Nou, dit ding. Wat een mooie dag vandaag. Dat ziet er redelijk tempelachtig uit, ja. Chest? Een chest. Flippers. En een badmuts. Doe je badmuts aan. En je flippertjes. Weet je, wel gepast door de dag. Ik kan niet meer vliegen nu, maar even voor nu. Flap, flap. En we moeten sound effects maken, want we lopen nu met flippers, hè. Flap, 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 flap. Oh mijn god, een appelboom. Kijk, ik krijg appels. Wauw. Hoe, rechterklik? Ja. Oh ja. Gewoon appels. Dan zeggen wij René tegen. Mogen we die gewoon plukken? Of? Nou, kennelijk. Ik kom ermee weg nu. Oké. Okay. Oeh, het gaat regenen. Dat is wat minder, maar hey, dat gebeurt. Is dit het pad omhoog? Nee. Moeten we zwemmen, serieus? Oh, misschien moeten we zwemmen. Of volg deze toortjes. Oh ja, hier, kijk. Oh ja. Wow, dit ziet er goed uit. Oh, dit ziet er als een altaarplek uit. Ja, dit ziet er goed uit. Ja, dan hier dit ding. Praise ye son. Sit down, my son. Praise ye son. Hier, dat was de borsterij. Do you obey the son, my lord? I mean, guy. Ja. Yes? How ye do that?
Je kan niet zien, maar ik heb mijn handen omhoog. Oh, echt? Ik heb hem niet eens op shift. Ik druk niet op shift. Gewoon handen omhoog heb je, ik zie het. Ik kan het me voorstellen. En dan, wat doe je dan nog meer? Praise the sun! En dan kijk je richting de zon. Helemaal goed. En hier is een raar ding, beeld. Awesome. Dit ziet er goed uit. Weet je ook ether blokken zie ik hier. Dus waarschijnlijk weet ze wat die ether is. Ja, dit zijn allemaal wolkblokken. Dus ik denk dat deze jongens wel weten wat er aan de hand is. Tenminste, ze zijn niet zo dom dat ze de ether niet kennen of ontkennen. Ja. Want wij komen daar vandaan. Wij weten dat het bestaat. Oké, naar boven. Misschien zit iemand boven te chillen. Kunnen we daarmee praten? Dit ziet er ongelooflijk chill uit. Wow. Deze tuin. Mooie bloemetjes. Oh mijn god. Oh, wat cool dit. Oké, hallo. Is er iemand? Misschien is iemand in de tuin die we om hulp kunnen vragen. Waarschijnlijk bovenin. Ja, denk ik het ook. Nog een appelboom hier. Even een paar appeltjes plukken. Weet je, anders verderven ze. Dat wil je niet. En ik heb als ze rijp zijn, dan... Ja, precies. Oh, en hier zitten... Wat zijn dit? Mango's? Ik heb wat persimmons. Wat is dat dan weer? Een soort van persikken, maar dan... Persimoon. Persikje dan, I guess. Oké. Okay. Nog meer tuin? Maar dat is een peach. Een peach. Nee, het is geen peach. Deze dingen hier. Weet je wat het is? Ik moet iets weggooien. Je hebt al mijn bullshit vast. Oh, hier is een trap omhoog. Oh, persimmons. Ja, ik weet niet precies wat het zijn. Maar je weet, je herkent het wel. Ik herken de naam. Ik weet niet wat het betekent. Oh, we kunnen hier nog helemaal naar boven. Wow. Zo. Mooie tuintjes. Hoe groeien ze bloemen zo hoog in een... Ik denk dat ze daar een speciaal trucje voor hebben. Praise the sun. Oké. Okay. Oh, hier moet je dat doen. Hier moet je bidden. Hier is dat altaar. Weet je nog waar we het naartoe moesten brengen? Of kan je dat niet meer herinneren? Daar is ook nog een gebouw. Tim, het is net precies als je recht omhoog kijkt. Wat? Het is bijna precies 12 uur. Oh mijn god, er gaat iets magisch gebeuren. Er staat een groot vergrootglas daar bovenin en die schiet dan naar beneden. En dan als precies op de goede daggetijden en goede tijd, dan opent er een geheime deur en dan... Moeten we maar serieus, kijk naar boven. Ja, ik zie het. Dan zit hij bijna op je cursor. Het is bijna 12 uur. We moeten wachten. Totdat het precies 12 uur is en dan zo allebei tegelijk pastjes aan doen hier voor dat auto. Sure. Gewoon wat goede, een beetje vriendjes worden, laat maar zeggen, al met de natives. De mensen die hier wonen. Daar komt hij. Dus ik ben nu een kwartje er. Wat zeggen we? Yeah. Praise the sun? Praise the sun. Praise the sun. Aanbid de zon. Oh mijn god. Wat? Oké. Okay. We hebben het nog niet gezegd, maar ik denk... Nu go, zeg snel. Praise the sun. Holy shit. Oké, dat had ik niet verwacht. Oké, awesome. Ik denk dat goed was, want we zijn niet geraakt. Of omdat we allebei Praise the Sun zeiden van, dit gaan we zeggen, gebeurde het al. Oh, ja. Het was zo 12 uur of zo, iets in die richting. Ik denk het inderdaad. Oh mijn god, we hebben met dan wel echte goddelijkheden te maken. Ik had niet verwacht dat dat zou werken, maar ik geloof nu. Ik ben officieel gelover van de zon. Zullen we naar beneden vallen? Of zullen we lopen? Oh, we hebben flippers natuurlijk. Ik weet niet of je dat redt. Nope! Je redt het net. Je redt het echt net. Oh, wacht. Voordat ik spring, ik kijk eventjes naar mijn eten en ik heb niet genoeg. Ik heb een heleboel appels geleend uit de tuin en ik heb nu genoeg eten. Je haalt het echt net, hè? Ja. Oké, er was hier nog een gebouw. Misschien is hier degene die op zoek is naar... Jongens, weten jullie waar de ingang is naar dit gebouw hier? Die schudt, ja, deze weet het. Volgens mij weet deze gozer het. Gigi, kom hier. Ja? Deze gozer hier, met het witte pakje, die weet het. We moeten hem even apart nemen en martelen en het ondervragen. Ik bedoel, liefelijk vragen waar hij het over heeft. Als je nou even... Oké, hij wil niet weg bij zijn vrienden. Verstandige man. Kijk, er was nog trouwens, we kunnen nog... zie je daar? Kom eens hier. Bij dat... hier, volg mij. Oh mijn god, die flippers moet je echt aandoen, dude. Ja. Dan ga je echt veel sneller door het water. Hier was nog wat, volgens mij. Zie je? Hey, kan je niet zien dat we hier werken? Oh, dit is een magazijn.
Ze liggen allemaal resources die we niet gaan jatten natuurlijk. Fire Star. Vuurwerkmachines. Een hele hoop. DW staat hier op een of andere manier. Is allemaal leeg. Wat coole dingen. Wat is dit? Je weet dat dit alleen voor personeel is. Ik heb slippers aan, ik ben officieel... Wat doen jullie hier? Opzouten, we werken hier. Zullen we terug? Of? Ja, laten we maar weggaan. Of is hier iets? Nee, hier is een gang waar we naartoe kunnen. Als je niet maakt dat je wegkomt, dan roepen we bewakers. Oh mijn god, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ik spring net zoals die villagers daar. Wat is het? Ze zijn net zo enthousiast als ons. Wat is het? Is dit honing? Hey jongens. We zijn geen personeel, maar we kunnen... Ze roepen de bewakers snel rennen. Ik hoorde iemand op zijn telefoon klikken. Go, 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 go. We need to get out. Is het honing? Je wilt met je bucket pakken? Jij vreselijk persoon. Is het gewoon water? Ik denk het, ja. Magisch water. Heilig water waarschijnlijk. Maar ik denk echt dat ze de bewaking ondertussen wel geroepen hebben op je nu. Ja, het is gewoon water. Oké, cool. Wacht. Even kijken wat er in de bovenste kisten zit hoor. Gewoon even kijken wat voor rariteiten hier allemaal bewaard worden. Oeh, persikjes. Kom op. Like, ik zal niks jatten, want ik ben een goed persoon. Is dat een smiley? Nice. Ze weet wel hoe ze hun shit moeten ordenen. Wacht, ik doe even weer mijn goede pak aan, zodat ik gewoon rond kan vliegen. Zo. Daar zit een heleboel vis in. Oh, dit is een soort oceaan. Cool. Zit hierin niks. Niet alles hoeft vol, dat is logisch. Nou, ik zie niet heel veel wonderbaarlijks waarvan ik denk dat moeten we echt looten. Maar ik dacht ja, wel, het is gewoon hoe ze... Het is een magazijn. ...kunnen blijven, denk ja, ik. Ja, precies. Vis vooral. Ze leven veel van vis, zo te zien. Oké, misschien kunnen we via deze manier dan bij dat gebouw komen. Hoe komen we naar boven? Misschien is dat het idee. Ja, ik kan vliegen, weet je. We kunnen hier naar beneden toe. Nou, ik denk dat dat niet de bedoelde weg is. Dat is... Oh, we kunnen hier erop. Met parcours. Maar je bent al naar beneden gegaan. Ja, oké. Ik kom eraan. Wat is er? Even kijken welke deur we het beste... Oké. Oh, hier is een soort tempel. Oh, wacht. Ik kom naar jou. Of... Bij mij is een keuken, dus daar moeten we niet zijn, denk ik. Ik denk dat de tempel de plek is waar we moeten zijn. Oh, wauw. Hier bidden ze. Oké. Wat staat hier? Oh, ik mediteer. Respecteer de meditatie. Ik was heel erg luid daar. Ja, I know. Wat staat hier? Er gaat niks boven een uur chillen met de witte heer. Is dit de witte heer? Dude, de boom. Hij is wit. Grote witte boom. Dat is cool. Wauw. De kleur van het hout is wel vet. Yes. Hier. Blauwig. Ze hebben wel smaak hier. Oké, cool. Hierin. Oh, wat. Laten we eerst naar beneden gaan. Kijken waar dit uitkomt. Uther de lichtbrenger heb ik hier, staat hier. Naar beneden. Ik weet niet of je hier hoort. De naam van de witte heer, wat doen die rozen buiten? Ze hebben door dat er rozen voor een poort staan. Oh mijn god, dit is echt een doolhof hier. Kom maar. Oké, wacht. Dus hier hadden we erin gekund. Was dit gewoon een normale weg? Nee. Ik weet niet. Nee. Nee. Maar ik mis een beetje van... Waar we deze dingen dan moeten brengen. We waren in de tempel. We komen er misschien nog wel. Uther. Ik ga van Uther vragen waar we naartoe moeten. Ik zag hier Uther. Die was hier beneden aan de trap ergens. Of niet? Is een bad of zo? Allemaal leer. Veren. Kool, papier. Inkt. Stickies. Oh wacht. Inkt en veren. Dit is gewoon pek. Voor als ze mensen niet mogen dan. Pek en veren. Wat is hier dan? Hierboven. Oh mijn god, allemaal deurtjes. Hey, slaapkamertjes. Allemaal mooie slaapkamertjes. Okay. Ja, dat is ook een slaapkamer. Ja, ik check voor loot nog even, hè, dubbel. Wat is dit? Oké. Oh, hier. Wat, heb je iets gevonden? Oh mijn god, dat is een heleboel dialoog. Oké, zal ik het voorlezen? Ja. Goedemiddag, helden. Ik ben het hoofd... priester van deze tempel. Zo te zien hebben jullie de gestolen artefacten meegenomen. Mijn dank hiervoor. Jullie mogen ze terughangen in de ruimte hier tegenover. Ook ziet er een klein bedankje in het linkerkastje hier. Boven
Wij zijn druk bezig met uitzoeken hoe deze belangrijke artefacten gestolen zijn. Echter hebben we nog een tweede probleem. De tempel is omsingeld door de volgers van de Rode Heer. Kunnen jullie hiermee helpen? Oké, dat kunnen we. En hierboven zat in de bovenste kastjes... Oeh. De Helm of Eastchar. Die moet jij opdoen volgens mij. Die is waar we zeggen, dezelfde die je al hebt, maar dan glimmend. Doe hem op, ik wil het zien. Roze, fabulous. 5 emeralds en een muziekje. Daar ben ik nooit minder van. Dat vind ik wel goed. Oké, dus we moeten even wel de gestolen artifacts, denk ik, teruggeven. Naar de kamer hier tegenover. Ja, en dat was waar ook. Wacht, is dit een jukebox? Ja. Oh, hier. Wacht even. Kijk. Muziekje. Oké. Okay. We hebben gekregen, dus waarom niet? Oh. Deze drie plekken. Wat is dit dan? Gravity Manipulator? Holy shit. Wat? The Dial of Knowledge. The Warping Hoe. En dan de Unaliver. Oh, dus de niet-levendmaker. Ja, de Unaliver. Het is gewoon een doodstok. Oké, nou laten we... Ja? Wat is er? Het is de niet-levendmaker. Ja, I guess. Ja. Dus het maakt mensen dood. Ja. Dat zeg ik. Oké, gestolen artefact, Eastshire. Gestolen artefact, Eastshire. En dan moet jij je krantje daarboven doen. Kun je erbij? Moet ik het doen? Oh, je hebt hem daar. Dus ze hebben wel, die dieven hebben wel echt de minste dingen, geloof ik. Ja, inderdaad. Of die dingen hebben powers die we niet kennen, maar fucking Unalivers, what the hell. Nou, ik vind dat wel netjes, want hij heeft ons reward gegeven, dus we geven gewoon zijn shit terug. Ja. Is hier een computer? Wat de hel? Met boekjes. Mindbay. Oh, cool. Je kunt voor 8 diamonds... kun je een skull kopen, een zadel. We kunnen paarden kopen voor 8 emeralds. Oh, dat hebben we niet. 8 diamonds, nee. We kunnen een enchanted boek voor 8 emeralds. Ik heb 5 emeralds. Kijk wat ik kan kopen. Op Mindbay. Potion of invisibility kunnen we kopen. Argaas van mijn computer af. Wat? Maar het is Mindbay en hij heeft ons toch geld gegeven. Ik heb nog 4 over. We kunnen een zadel nog kopen. En een heleboel, wat zijn dit? Hardened clay. Zal ik een zadel kopen? Of nog meer invisibility potions? Voor het geval dat we een varken tegenkomen? Ja, sir. Ik koop dat zadel dan. Oké. Okay. Dus ik heb nu een zadel en 2 invisibility potions. Dus jij krijgt er ook één. Oeh, just in case als we sneaky moeten doen dadelijk buiten ook. Met al die rozen. Right? Slim over nagedacht. Oké, hier zijn we al geweest. Ja. Gaan we hier nog naar beneden? Want we zagen hier een wat lege kamer. Maar dat hebben we nu eigenlijk... Ik weet niet wat daar beneden was. Er was hier nog iets beneden. Ja, hier was die Uther. Uther? Wat is dit? Well met. Well met. Wat betekent dat nou weer? Hé, hey, er zit een boekje in. Buddha Hissen. Volume 3. Oh god. Oké, dit is deel 3. Dus we moeten deel 1 nog hebben. Dat is weer een wc. Oh, die zat in... Ik kijk eventjes in de nachtkastjes boven. Ik heb boven al allemaal bekeken. Ook ik heb de deel 2 gevonden. Ja. Ik denk dat ze allemaal hier zitten. En deel 1. Oh nee, Do You Even Praise the Sun? Die hebben al eentje. Dat is een soort, dat is een soort van bijbel. Ja. Ze staan een beetje in de weg. Uther! Flikker net op, wil je? Heb eens. Dan nice. Zit hier... Voor nummer 1. Oké. Okay. Dus dit wordt weer even een voorleesstukje. Even kijken. Het is zo beschamend. Een van mijn studenten wordt verdacht van het stelen van artefacten. Oh. Oh. Hier zit Uther dan in, denk ik. Uther de lichtbrenger. Hoge priester. Wie hebben we nog meer hier? Dus een student van Uther de lichtbrenger wordt verdacht van stelen. Zullen we even naar buiten gaan en een mooi plekje vinden om voor te lezen? Ja. Want het is hier zo... Weet je dan. De bekrant... We kunnen hier gaan zitten. Maar dit is, ik weet niet, een beetje lawaaierig misschien. Wat denk ik jij? Ik ga vliegen. Oh ja, sorry. Ik kan er niet overheen. Nee, dat klopt. Je kunt gewoon naar beneden. Zullen we hier gewoon even op een roze matje gaan zitten?